Vandaag ga ik jullie laten zien hoe we de kaartjes allemaal gaan maken in de blikjes. Het zijn eigenlijk harmonica kaartjes allemaal. Ik heb gisteren een video gemaakt waarbij we hier alle bloemen die we nodig hebben, gaan we allemaal schilderen. Dus heb je daar vragen over, kijk dan straks even bij YouTube de eerste video alvast terug. Dan kun je daarmee aan de slag. We hebben allemaal blikjes gekocht. Ik vind het al super leuk dat jullie zo enthousiast zijn en daar al heel druk mee aan de slag zijn gegaan. En ik geloof niet dat wij wc-papier aan het hamsteren zijn, maar dat we blikjes aan het hamsteren zijn. Dan vragen jullie mij altijd van, goh, hoe kom je toch altijd op die ideeën en hoe verzin je dit allemaal ter plekke? Ik ga eigenlijk altijd maar uit van het materiaal wat we hebben. Nou hebben we hier een aantal blikjes en ja, dan weet ik ook niet zoveel over kleurgebruik en hoe ik dat allemaal moet doen. De enige informatie die ik eigenlijk heb, dat ligt hier voor me. Dus als ik naar deze blikjes kijk, dan zou ik bijvoorbeeld werken alleen al in de tinten blauw en rood. Er zit hier wat rood in, er zit hier wat wit in of op crèmepapier. Dus ik probeer altijd wel in de kleur te werken van het project wat we hebben. Deze kleur die zou ik eigenlijk helemaal niet zo snel uitkiezen. Omdat ik, ja, ik hou niet zo van de combinatie geel en mint. Maar ik moest zeggen dat als ik het eenmaal had ik wat mee gemaakt, dacht ik, oh, het is eigenlijk best leuk. Hier zou ik werken met geel, hier zou ik weer werken met wat eventueel wat grijs tinten. En ja, vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg mooi. Bijvoorbeeld, ik moet even pakken, dat is deze tint. Die kan je er weer bij gebruiken. Je kunt er mint bij gebruiken. Niet verkeerd allemaal. Deze blikjes zijn weer wat bonter natuurlijk van kleur. Maar ja, het voordeel is dat je hier ook eigenlijk alles bij kunt gebruiken. Deze combinatie is ook alweer hartstikke mooi. Dus ik ga altijd maar een beetje uit van het project wat er is. En daaraan pas ik mijn werk gewoon aan. Dus de informatie ligt gewoon voor je neus op tafel. Hoef je niet ingewikkeld over na te denken. De kaartjes, de maten, liggen hier ook op tafel. Nou, dan berg ik deze blikjes allemaal eventjes op. Die zet ik aan de kant. Wat heb je nou nodig? Ik heb hier even een A4'tje gemaakt. Ik zal zorgen dat het ook in de Facebookgroep staat. Dat je dat straks gewoon even op je gemak nog kunt downloaden en kunt nalezen. We gaan als eerste een harmonica kaartje maken. Daarnaast heb je voor de binnenkant van het doosje, dat is eigenlijk deze binnenkant, een kaartje nodig. En ik heb straks een aantal kaartjes die ik ga plakken hier aan de binnenkanten op de harmonica kaart. En dat zijn deze 5 stukjes. Heb ik voor jullie de stempels er nog bij gezet. Dus ik heb een compleet overzicht wat jullie straks gewoon allemaal kunnen nalezen. Wat heb je nodig? Ik heb zwarte inkt. Ik heb hier een acrylblok. Gebruik ik. En daarnaast heb ik deze Unmountain stempels allemaal gebruikt. Het hartje vond ik leuk. Deze stempel, ik had hem in eerste instantie er niet bij gepakt. Maar ik denk, oh, die is zo hartstikke leuk. Die kan er ook bij. En deze grote bloem. Dan heb ik hier nog, jouw kracht bewonder ik enorm. Ik vind het toch eigenlijk wel bijzonder ook in deze tijd dat ja, mensen allemaal zo sterk zijn en dat ze zoveel voor elkaar doen. Dus ik vind die stempel ook prachtig. En ik heb deze nog gebruikt. Ik wens je het allerbeste. Die vond ik ook leuk. Dit zijn Unmountain stempels. Dat houdt in dat het alleen het rubber is. Daar plak je een achtergrondje op. Dat is EZ Mount. Dat kleeft aan de ene kant op de stempel en de andere kant, dat is deze ondergrond, kun je dat op een acrylblok plakken voor de mensen die dat nog niet weten. Nou, hoe gaan we aan de slag? Als eerste heb ik een lang stuk gesneden voor jullie. En dat zal ik hier laten zien. Dat is het eerste stuk van het kaartje, eigenlijk het hele harmonica kaartje. Dit gaat uit een A4 papiertje. Dus je hoeft hier alleen maar een strook van 8,5 centimeter te knippen. 8,5 en gewoon in de lengte een A4. Meer heb je niet nodig. Dan heb ik hier mijn scorebal. Die pak ik en ik heb een, eventjes kijken waar mijn pen inmiddels is. Nou, dat doe ik het maar even hiermee, maar ik vind die eigenlijk nooit zo heel erg lekker werken. Dan trek ik op 5 centimeter een lijntje, op 10 centimeter en dan hier op 5 centimeter weer. Dan vervolgens leg ik deze op 5 centimeter, dan trek ik er weer eentje op 10 en dan
trek ik hem hier op 15 en dan zul je merken dat je hier een klein stukje overhoudt. Dat is gewoon iets kleiner dan die andere 5 centimeter. En dit ga je zo harmonica vouwen. Dat is gewoon alles. Het is eigenlijk ontzettend simpel. Hier heb je nu je kaartje. Ik zorg dat de gladde kant van het papier boven is. De structuurkant hou ik aan de achterkant van het papier. Nou, dan hebben we gisteren al heel veel bloemen geschilderd. Heb ik hier allemaal klaar liggen. Ik heb ze alvast uitgeknipt. Ik heb aan de achterkant van de bloemen heb ik wat tape geplakt. Hier wat dubbelzijdig tape. Ja, en het enige wat ik nu doe. Kijk, ik pak, dit gaat aan de binnenkant in het doosje. Dus wat ga ik nu doen? Ik pak even een andere strook die ik alvast heb voorbewerkt. Ik ga aan deze kant op de strook plak ik alvast aan de achterkant een stukje touw. Dit plak je in het boekje. En dan ga ik hier mijn eerste bloem plakken. Ik ga hem maar zo doen. Nou zorg ik dat ik hem vanuit hier... Kijk, dan wil ik straks dat ik hem zo ga dubbelvouwen. Dus je moet een beetje mee spelen dat je dat goed... Oh, dan lukt me het ook niet helemaal op het randje gaat vouwen. Kijk, nou vouw ik het gewoon zo dubbel. En nou zit mijn bloem al vast. Dan ga ik dit stukje gewoon hier overheen vouwen. Vervolgens heb ik hier de tweede bloem. Want ik vind het eigenlijk wel leuk als ik zo kijk dat ik zo de kleuren een beetje terug laat komen. Ik heb deze bloem overigens gewoon met de schaar uitgeknipt. Dus daar hoef je dan een beetje grof. Dus dat is ook vrij snel gebeurd. Dan zal ik even dat dubbelzijdige tape hiervan weghalen. En als je die steeltjes eraan niet zo mooi vindt, dan knip je dat gewoon weg. En dan, even kijken. Zo. Nou, dan kun je dit gewoon, kijk, plak deze nu hier overheen. Je kunt er ook voor kiezen om dit iets korter te doen. Dan zet je hem wat korter hierop. Ja, dat maakt eigenlijk natuurlijk helemaal niet uit. Dan moet je even zelf gewoon kijken wat je het beste en het mooiste vindt. En dan laat ik deze gewoon hier aansluiten. Zorg wel eventjes dat ik hem hier weer in een hoekje plak. Ja, je kunt dat misschien rillen, maar ik laat hem gewoon zo doorlopen. Kijk, en dan ga ik dit... Ik heb hier nou geen tape achter, zie ik. Dan ga ik dit weer omvouwen. Plak je dit weer vast. En dan plak je straks vervolgens weer je volgende bloem vast. Ik denk dat ik deze gewoon afknip. En dat ik dit zo hierop vastplak. Nou, dan kun je er hier zo weer voor kiezen. Je kunt het natuurlijk ook eventjes rillen. Maar dat je dit weer vastplakt. En dan knip ik dit hier knip ik af. Zo. En nu heb je eigenlijk je boekje, je harmoniekaartje al klaar. Zo simpel is dat. Het is eigenlijk helemaal niet zo super moeilijk. Kijk, hier heb je natuurlijk nog dat draadje eraan zitten. Hier doe je dubbelzijdig tape. Dit is de gladde kant van papier. Dus mocht je het leuk vinden, dan kun je hier nog met een penseel en met een beetje aquarelverf. Moet ik wel even mijn penseel vinden. Hier heb ik gewoon nog wat verf liggen. Zou je nog een beetje de ondergrond wat accenten kunnen geven. Een beetje lichtgrijs. En dat doe je gewoon met heel weinig water. Want hoe meer water je gebruikt, hoe grover het allemaal is. En zo kan je natuurlijk dat hele kaartje nog opvullen als je dat leuk vindt. Ik laat hem maar even zo liggen. Het nadeel is dat het nou nog een heel klein beetje nat is. Dus omdat ik hem nu meteen wil dubbelvouwen, dep ik even met mijn papiertje. Kijk, hier heb je je projectje klaar. Nou pak je je blikje. Daar zal ik even mijn rode blikje pakken. Dat heb ik hier alvast klaar. Hier heb ik ook in de roodtinten gewerkt, rood-grijs tinten. Je ziet aan de achterkant heb ik hier een lintje gedaan. Dat moet je eigenlijk eventjes zo doen.
En als je de achterkant van het kaartje omdraait, dat heb ik ook bij deze, dan is dit een vrij grove kant, omdat het papierstructuur bevat. Ik vind het eigenlijk niet zo mooi om hier op te stempelen. Dus heb ik 5 strookjes uitgeknipt. Dat zijn strookjes van 4,5 keer 7,5 centimeter, 5 stuks. En die heb ik een beetje met mijn waterverf gecoloreerd. En die ga ik gewoon hier, kijk, ga ik ze straks zo erin plakken. Ik heb ze zo zonder kleur gehouden. Ik werk wel in de tinten van de bloemen die ik hier op de voorkant heb. Dus als ik hier rood-grijs heb, laat ik dat hier een beetje terugkomen. Hier heb ik de geel tinten gedaan. Dan laat ik dat ook hier bij de bloemen weer terugkomen. Dus ik werk allemaal wel een beetje in dezelfde tinten. Het schilderen van die kaartjes, dat is niet heel moeilijk. Maar we zijn altijd gewend om heel veel kleur te gebruiken. En het moet ook heel krachtig. Ik heb hier de pigment, of de pigment, ik bedoel de aquarelverven. Kijk, als je dit een beetje met water vermengt, dan heb je hier een ontzettend lichte tint. Dan is het alleen maar een kwestie van gewoon wat rondjes draaien. Ik draai eigenlijk met penseel en dan zet ik heel licht wat neer. Je kunt beter heel licht beginnen en elke keer wat meer kleur toevoegen. Dat het gewoon wat donkerder gaat worden. Kijk eens. Nou krijg je eigenlijk een heel mooi ondergrondje. Je kunt hier ook voor kiezen om zo direct hier nog een tekstje op te schrijven. Je kunt hem zo laten. Ik vond het eigenlijk gewoon zo in effen tinten, vond ik hem wel erg mooi. Dus de strookjes voor 4,5 keer 7,5 centimeter. Nou, als ik dit klaar heb, leg ik dit aan de kant. Ik heb hier de strookjes eigenlijk allemaal al opgeplakt. En nu heb ik nog 1 strook extra gesneden. Dat is deze. En die is iets groter qua formaat. Die is 8,5 keer 5,5 centimeter. Deze, ja, hier zet je gewoon even een stempeltje op wat je wil. En dan plak je, in het doosje, dan plak je het vast. Ik zal ze hier even de tape alvast even afhalen. Deze plakken erin. Ik heb trouwens nog aan de binnenkant van een andere, maar nou weet ik niet meer zo goed welke. Deze geloof ik, vond ik ook zo leuk. Ik heb hier die stempel van verwacht helemaal niets geplakt. Verwacht niets, dan is alles wat je krijgt een cadeautje, want die vond ik ook zo schattig. Deze plak je erin. Hier heb je dubbelzijdig tape aangedaan, ingedaan. Dat plak je hier aan vast. En nou heb je je kaartje. Wat ik nou wel leuk vond, is dat als ik hem zo opvouw, dan wil ik wel dat dit eigenlijk dicht zit. Dus ik haal hem eruit en je kunt er ook voor kiezen om eerst zo een pakketje bijvoorbeeld te maken. Dan knoop je hem dicht. En dit pakketje, dat plak je in zijn geheel in je doosje of in je boxje. Wat ik ook nog leuk vond, dat heb ik bij een ander boekje gedaan. Dus dat is een optie voordat je het vastplakt. Heb ik een aantal hartjes gestempeld. En ik heb hier een aantal hartjes uitgeknipt. Dus ik heb hier een, heb ik ze allemaal gestempeld op een rij. Ik heb ze uitgeknipt. En dan heb ik een stukje touw genomen. Een stukje net wat je eigenlijk thuis nog allemaal hebt liggen. En het hoeft allemaal niet heel erg lang te zijn. Ik weet echt niet hoe lang het is. En ik heb ook geen centimeters bij de hand. Maar ik kijk altijd naar mijn werk. En dan meet ik dat zo een beetje aan de grootte van het kaartje. Dan wil ik straks mijn touwtje eroverheen laten vallen dat het een beetje speels is. Dus nou zeg 30 centimeter, 35 centimeter. Dan heb ik hier alle hartjes heb ik hier uitgeknipt. En alles wat ik hier uitgeknipt heb, die ga ik even opplakken. Je kunt ervoor kiezen om ze zo allemaal op te plakken. En vervolgens je touwtje even om te draaien, zoals ik hier heb gedaan. En dan krijg je hier, heb ik de voor- en de achterkant heb ik op elkaar geplakt, zie je dat? Vind je het nou niet mooi dat er hier wat uitsteekt? Nou, dan neem je gewoon even je schaar en dan knip je een stukje eraf. Ik heb het hier eigenlijk ook gedaan. Ik moest hier, nu steekt hij ook nog een beetje over. Dat is eigenlijk niet zo mooi. Je kunt ervoor kiezen om dit dubbel te doen. En waarom heb ik het nou zo gedaan? Wat vond ik nou zo leuk? Als ik straks dit erin plak, vond ik het eigenlijk wel leuk om, voordat ik het vastplak hier, aan de onderkant
deze vast te plakken. Moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik dit over laat steken, zodat ik met dit touwtje het boekje kan vastbinden. Maar ik dacht, als je nu vast zit, en ik kan hem beter maar even goed vastplakken, ik moet er natuurlijk wat tape overhalen, afhalen, is het wel leuk als ik dit hier zo overheen laat vallen. En dat vond ik wel heel erg grappig. Dan zou ik het hier het touwtje afknippen. Ik heb hier bij dit boxje heb ik dat onder andere gedaan. Ik heb het hartjes, dat slingertje. Kijk, dit is aan de ene kant. Dit is een boxje. Dat heb ik een beetje in deze kleuren gewerkt. En je ziet, ik zou er nooit voor kiezen dat het eigenlijk toch wel heel grappig is. En dan doe je hem aan deze kant open. En dan heb ik eigenlijk, in die tint heb ik gewerkt. Heb ik er gewoon een slingertje overheen gehangen. Waar ik een stempel heb ik daarbij uitgesneden. En dat is deze stempel van ik wens je het allerbeste. Ik heb daar een afdrukje van gemaakt. Op een papiertje. En ik zal dat papiertje heel eventjes erbij pakken. En dan heb ik mijn liniaal heb ik hier zo eroverheen gezet. Dan ga ik hier dit uitsnijden. Ik ga dit uitsnijden. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je aan deze kant wat extra ruimte overhoudt. Dus hier snij je gewoon wat groter. Deze kant snij je gewoon wat groter. En deze kant. En dan kun je een beetje een vaneltje maken. Dan moet ik het natuurlijk wel goed doorgesneden hebben. Maar dan krijg je eigenlijk dit verhaal. Nou, je ziet dat ik het hier niet goed heb doorgesneden. Maar dan knip je het zo af. Natuurlijk wel een beetje recht knippen. En dan kun je vanuit hier, kun je dit dubbel gaan vouwen. Dit vouw je dubbel. En dit laatste stukje vouw je dubbel. Zie je dit laatste stukje? Oh, ik heb niet goed gesneden. Gaan jullie thuis natuurlijk even beter doen. Omdat ik natuurlijk hier op de video allemaal sta te doen. Maar ja, het is niet allemaal perfect. Maar dat hoeft ook niet, toch? Kijk. En dan knip ik deze dingetjes gewoon door. En dan zie je dat ik hier kleine stukjes heb die ik straks heel makkelijk aan dat slingertje er hier zo even tussen kan plakken. En dat is met dit stukje ook zo. En hier het beste. Dus dan heb je zo direct een slingertje die je straks weer hieronder even vastmaakt. En dat laat je zo over je werk lopen. Nou, dan heb je toch een superleuk project. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. Dat je het misschien wat te druk vindt. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel, als je het zo krijgt, vond ik echt wel heel gezellig. Vond ik het. En als je hem in elkaar vouwt, dan zou ik het weer zo doen. Dan leg deze weer neer. Dit leg ik er allemaal weer tussen. Ik vouw mijn doosje allemaal dicht. Doordat je natuurlijk hier... Je kunt er ook voor kiezen trouwens om die hartjes vast te plakken. Maar ja, ik vond het wel leuk dat het los lag. En dan ga je deze ga je gewoon dichtbinden. Kijk, en nou blijft het gewoon heel goed zitten. Als je een beetje strak bindt. Heb je straks dit in het doosje, doe je doosje gewoon dicht. Je kunt dit even wat korter afknippen, dat het niet zo ver uitsteekt. Nou, dan heb je toch een superleuk cadeautje. En ik had die andere, moet ik even kijken, want die vond ik ook zo superleuk. Kijk, deze heb ik in rood gedaan. Rood-roos tinten. Nou, leuk om hier straks eventjes die kleine stukjes tekst aan te passen. Je kunt ook zeggen, nou, ik vind het helemaal niet leuk dat hartje, dat slingertje eronder aan. Doe je dat niet en dan ga je hier gewoon wat tekstjes op stempelen. Is ook altijd leuk om te zien. Bij deze, dat is de gele, heb ik ervoor gekozen om hier een touwtje te doen met jouw kracht bewonder ik enorm. Ik heb hier ook de achtergrond wat geschilderd, de achtergrond van de bloemetjes, zie je dat. En de andere kant, ja, daar had ik eigenlijk nog helemaal geen tijd voor gehad. Die moet ik nog eventjes met allerlei stukjes wat ik hier heb, ga ik dat nog beplakken. Nou, en weet je, en als ik dit heb gedaan, heb je gewoon een superleuk cadeautje. Wat zo af is, zo klaar is. En volgens mij ga je dan heel veel mensen heel erg blij maken. Dus ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben. Ik ben heel benieuwd naar alle resultaten. En ja, wie weet
ontvangen jullie wel van je mede vrienden of vriendinnen zo'n leuk doosje per post. Wie zou het zeggen? Nou, heel veel plezier ermee en ik hoop dat jullie hele mooie projecten maken. Bedankt voor het kijken.